Toen ik in 2008 mijn debuut maakte, was jij 5 jaar oud. Wat erg. Dat heet mama maar red, jongens. Dat kan toch niet? 5 jaar oud, hé. Ai, ai, ai. Geboren in 2003. Ja. Het is heel confronterend, dit, hoor. Als het goed is, is deze vraag van Rob Koper, een van onze trouwste fans. Hartstikke leuk. Ik denk dat wij een hele goede wedstrijd hebben gespeeld tegen Zweden in de poolfase. Ze hebben een aantal goede speelsters en we gaan uit van ons eigen spel. Natuurlijk kijken we video van ze en daar gaan we misschien eventueel wat aanpassingen op doen. Maar onze kracht is toch wel ons eigen spel spelen. Naast het trainen en wedstrijd spelen zijn wij hier veel in de café eigenlijk beneden om koffie te drinken met z'n allen of gezellig samen een film te kijken. En daarnaast hebben we hier ook een tuin waar we soms even een rondje kunnen lopen. En Love Island kijken natuurlijk. Love Island zijn we fan van. Ik ken dat programma niet. En ik zit hier voor het eerst, want ik drink geen koffie. Maar je drinkt toch wel bier? Pater Blanchet, jij hebt ook wat vragen ingestuurd. Wij geven alleen geen antwoord eer dat jij je identiteit hebt onthuld. Dat ligt er een beetje aan. Als we op toernooi zijn, hebben we niet zo heel lang de wedstrijd haal. Over het algemeen, dat is ongeveer 1,5 uur. Voor ons is dat geen hele lange training, want in Nederland trainen we ongeveer 3 uur per training. Dan is het voornamelijk teamspel, 6 tegen 6. En in de ochtend op een wedstrijddag is het wel meer specialisatie. De setten veel en de passen die passen veel. En de middenblokkeren serveren. Dus ja, dan is het ongeveer een uurtje in de ochtend en 's avonds hebben we dan de wedstrijd. Ik slaap met Laura Chantal Dijkema op de kamer. Ik slaap met Eline Timmerman op de kamer. En ik met Celeste Plak. En dan hebben we verder nog Britt en Marit. Nika en Juliet. Meerte en Anne nog. En Indy en Demi. Nou, ik ben 1,75, dus dat is niet het allergrootst. En verder hebben we Maret en Marit en die gaan heel goed mee. Dus is niet per se nodig, als je maar genoeg sprongkracht hebt. Ik denk dat uit ons team Laura eigenlijk wel het populairst is. Gewoon ook door de grote social media platform en zo. En ja, gewoon heel erg geliefd bij het publiek. Ik dacht dat jij dat al was, Alice. Ik, nou, het is nog, moet ik even de tijd opnemen. Ja, ik wil meer best doen op social media. Ja, ja. Ik ben nog geen social media wolf. Nee. Hoezo, je hebt wel 6 verschillende accounts. Nee, maar dat is allemaal voor mezelf. Oh, dat is een privé-account, Kirsten. Een foto-probeer-account. De codes die bepalen wij van tevoren aan de rally en dat geeft eigenlijk de spelverdelen aan met handgebaren. En daarna is het natuurlijk haar keuze naar wie ze de bal speelt en elke aanvaller blijft alert. Ja, bijvoorbeeld als er een free ball komt, dus een makkelijke bal wordt teruggespeeld naar ons, dan kan de spelverdeelster nog aangeven van oké, we spelen deze combinatie met een handgebaar of dat ze het roept. En dan kunnen we in één keer de aanvalscombinatie veranderen. En het is ook wel zo, wie de spelverdeelster het meeste geld geeft, die krijgt dan ook de bal. Dus ja, zo gaat het gewoon in het team. Een beetje omkopen. Ja, nee, ja, trouwens, dat is wel even handig als, als er een combi wordt afgesproken. Dat de libero daar ook van op de hoogte is en niet in de weg loopt als er een combi wordt gerend. Als veel duwen, weet je wel. Nou, we wisselen natuurlijk wel af en toe en dan doen we een dubbele wissel. En dat betekent dat als onze spelverdeelster voor staat, komt onze diagonaal ervoor in en hebben we weer 3 aanvallers aan het net. En dan heb je weer meer spreiding in de aanval en een...
meer variatie, denk ik. Ja. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook de surfwissel. Hè? Als één iemand bijvoorbeeld niet lekker inzet met de surf en er staat iemand aan de kant met een goede surf of een zekere surf, dan kan je die erin zetten. Maar ook de paaswissel. Bijvoorbeeld voor Nika of Anne een rondje achterin. Geef je diegene even rust. Kan een goede paas erachterin het oppakken. En dan daarna dan komt de lange aanvaste weer terug. Dus zodoende kan je dat goed inzetten. Ja, het is een beetje wat we net zeiden, hoe je verliest. Als je net 3-2 verliest in een belangrijke wedstrijd, dan bepaalt iedereen natuurlijk. En is iedereen meestal stil in de bus en in de kleedkamer. En hebben we uiteindelijk nog wel een teammeeting na die tijd. Maar ik herinner me ook nog wel dat we een keer een oefentoernooi hadden in Italië. En toen speelden we zo slecht. Ja, toen heeft het wel even in de kleedkamer is het wel even losgegaan. En toen was het dat we ons de minis van de week voelden. En dat werd ook wel even flink geschreeuwd. Maar uiteindelijk zijn we wel vierde gewonnen op een WK. Dus misschien heeft het wel geholpen, je weet het niet. Dat moet er dan ook gewoon uit, maar dat accepteren we wel ook van elkaar. Want we zijn allemaal atleten en we willen allemaal het beste, we willen allemaal winnen. Dus als de een dat even moet uiten in keihard schelden of weet ik het wat, ja, laat lekker doen. En dan, het is niet dat we dat persoonlijk opvatten of weet ik het wat. Dat zou ook niet best zijn als dat zo zou zijn. Dus tuurlijk gebeurt het. Je wil gewoon winnen. Ja. Dus ja. Ik denk dat Anne en ik in 2008 voor het eerst bij zijn gekomen. En dan komen Mirte en Laura daar kort achteraan. En dan jij, denk ik, of niet? Ja, man. Zo snel al. Zo. Ja. Dan ik. En jij als laatst. Hè? Ja. Leuk. Heel goed dat je alles afdoet. Het is wel grappig, want ik heb wel eens training gegeven. En dan is een van de eerste dingen die ik zeg, hup, alle sieraden af, haar in de staart en gaan. En dan loop ik er zelf bij, met oorbellen en ketting en noem het maar op. Maar goed, weet je, ik sta achter in het veld, dus ik heb niet met het net te maken. Dus ik heb een excuus. Jij daarentegen? Ik heb helemaal niks om. Nee, bij de CNV had ik een keer armbandje en oorbel in en toen ben ik lekker in het net blijven haken. Dus sindsdien alles af. Nou, ik vind het lastig om al van een doel te spreken. Maar dromen mag altijd en een podiumplek zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Maar met name heb ik gewoon heel veel zin in dat zo'n groot toernooi in het eigen land is. En dat de hele tribunes weer oranje zullen kleuren. En we met z'n allen mogen gaan laten zien wat we kunnen. Dus dat heb ik met name heel erg. Volgens mij heeft Nika vroeger wel gebeachvoetbald en is ook onder 20 een paar keer Europees en Nederlands kampioen geworden. En ikzelf heb samen met Louise Belsma altijd in de jeugd gebeachvoetbald en toen ben ik bij het NK onder 15 en onder 17 Nederlands kampioen geworden. Leuk! Oh, nou, en ik heb echt een schurfthekel aan zand, dus ik doe niet aan beachvolleybal. Komt overal. Jij dan, Maret? Ik heb wel eens gebeachvolleybald, maar dat was dan echt een beetje voor de fun. Samen met Mirte, maar we snapten de regels niet. Dus de eerste bal deden we al gewoon zo bovenhand. Ze werden we afgefloten en het was gewoon leuk. En volgens mij zijn we nog wel eerste geworden op een regionaal toernooi. Hoe kun je goed worden in volleybal? Door heel hard te trainen en heel veel plezier te hebben en te maken met je teamgenootjes. En door hard te blijven werken. Zeker. Zo simpel is het. Wij spelen dinsdag om 16:30 de kwartfinale tegen Zweden.